Goedemorgen allemaal. Ik moet alleen mijn bril altijd opzetten. Dan krijg je als je wat ouder wordt, dan kan ik niet helemaal niet meer zo goed zien. Ik zal me even voorstellen voor de sommigen die me niet kennen. Ik ben Erik Ginghuis. Ik ben getrouwd met Claudia. Afgelopen week al 18 jaar inmiddels. Dus ik heb twee ontzettende schatten van kinderen, waar we heel trots op zijn. Nienke en Meerte. En we waren even aan het bidden en God sprak tot mij. En vanochtend hadden we een liedje opstaan uit Psalm 63. En daar wil ik jullie gewoon even mee beginnen. Het staat, o God, gij zoekt. O God, gij zijt mijn God, u zoek ik. En mijn ziel dorst naar u. Mijn vlees mag naar u. In een dor en dorstig land zonder water. En zo heb ik u in het heiligdom aangeschouwd, ziende uw sterkte en uw heerlijkheid. Want uw goede tierenheid is beter dan het leven, en mijn lippen zullen u roemen. En dat wil ik vanochtend eigenlijk doen. Eigenlijk sta ik hier omdat ik niks anders wil dan mijn Heer groot maken, mijn Heer prijzen. Alles wat ik zeg is alleen maar tot zijn eer. En ik ben maar gewoon een mens, zeg ik altijd maar. En Vader, ik wil gewoon even met jullie bidden. Vader, ik bid op dit moment. Open onze harten voor u. Laat onze geest afgestemd zijn op uw geest. Zodat we kunnen horen wat u te zeggen heeft tegen ons. Heer, want we willen een openbaring van u. We willen een openbaring van uw hart. We willen uw hartenklop vanochtend horen. En ik ga het vandaag hebben over profetie. En profetie is, heb ik het genoemd, als Gods hart wordt geopenbaard. En ik geloof me heel mijn hart dat profetie eigenlijk voor iedereen is. En dat komt ook een beetje omdat we zo geschapen zijn. Daar kan ik een hele preek nog over houden, maar dat ga ik niet doen. Dus daar sta ik even bij stil. Maar het is een beetje zoals als je wordt geroepen van je bent een getuige. Dus iedereen kan getuigen, maar niet iedereen is evangelist. Zo is het ook met de profetische gaven. Iedereen heeft die profetische gaven ontvangen, maar niet iedereen is een profeet. En ik geloof, en Menno heeft daar iets over gezegd, en Henk volgens mij, dat we allemaal zeg maar Gods stem kunnen verstaan. Want Jezus zegt, wij zijn zijn schapen en naar zijn stem horen wij. En eigenlijk is profetie eigenlijk niks anders dan luisteren naar Gods stem. En eigenlijk wat hij dan vertelt, dat je dan zijn hart openbaart aan de ander. Ik ga nu kort met vier basiswaarheden eventjes beginnen. Om dat een soort basis neer te leggen. Profetie versterkt het geloof, omdat het Gods karakter openbaart. Het is niks anders eigenlijk dan profetie dat het doel van profetie is dat het de hart van mensen wordt geraakt. En ik heb mijn herdenstaf meegenomen om jullie ook weer te bemoedigen. Dat heb ik al in 2019, nam ik hem elke zondag mee. Omdat daar een profetisch woord over was. En er staan twee woorden op, favor, gunst en union. Ik moet hem favor en union. En eigenlijk is dit eigenlijk een woord voor de gemeente. En dat blijft ook voor de gemeente, maar het is ook een woord voor jullie nog steeds. En ik wil het opnieuw laten klinken, want Gods gunst is op de gemeente. Gods gunst is op jou. En hij wil eenheid met jou. Hij wil eenheid met de gemeente. Hij wil één zijn met jou. Daar kom ik zo meteen nog op terug. Maar het woord wil ik weer gewoon laten klinken, omdat ik het belangrijk vind dat we dit vasthouden. Want het versterkt dan ook ons geloof als we dit weten. De tweede waarheid, basiswaarheid wat ik maar even noemt, is dat je de gaven God hebt gekregen. Menno sprak er al 6 juni over. Dus als je dat nog verder wil luisteren, moet je maar eens even naar 6 juni kijken op internet. En dan maar eens even luisteren wat Menno daarover te vertellen heeft. Maar de gaven heb je van God gekregen. En in het Oude Testament was het zo dat als een profetische gaven beschikbaar werd, was dat meestal voor een enkeling. Want dan viel Gods geest op die persoon en dan kon hij profiteren. Het staat in Numeri 11, staat zo'n mooi voorbeeld.
Toen daalde de Heer af in een wolk, hij sprak tot Mozes en droeg een deel van de geest die op Mozes rustte, op de 70 oudsten over. En zodra de geest op hen rustte, begonnen ze te profiteren en dat is daarna niets meer opnieuw gebeurd. Dan moet je eigenlijk het verhaal nog verder lezen, want het is een ontzettend grappig verhaal daarover. Maar dan moet je thuis maar even lezen. In het Nieuwe Testament zie je dat de geest, de Heilige Geest, ruimhartig wordt uitgedeeld. En ook dus alle gaven en ook de gaven van profetie wordt dan ruimhartelijk uitgedeeld. En Paulus zegt eigenlijk in 1 Korinthe 7, ik zou liever zien dat alle mensen waren zoals ik, zegt Paulus dat, maar iedereen heeft van God zijn eigen gaven gekregen, de een deze en de ander die. En in 1 Korinthe 12 vers 14 van het boek zegt, bijzondere gaven zijn verschillend, maar ze worden gegeven door die ene zelfde geest. Een derde basiswaarheid is dat God meer waarde hecht aan het karakter dan in welke gaaf dan ook die je hebt. En voor mij was dat een hele belangrijke iets om te ontdekken. Dat eigenlijk God meer geïnteresseerd is in mijn karakter dan in mijn gaven die ik heb. Want wat wil God? Dat ik steeds meer op Jezus ga lijken. Hij wil jou meer, dat je meer op Jezus gaat lijken. Want als ik zou profiteren over iemand, dan wil ik niet dat ze mij zien, dat ze Erik zien, maar dat ze Jezus zien. Dat wil ik. En daarom is het belangrijk dat ik steeds meer het karakter van Jezus laat zien. De laatste, en die vond ik de laatste basis, die ga ik iets uitgebreider bij stilstaan, omdat ik die best wel belangrijk vind, is liefde is de basishouding als je profiteert. Paulus zegt in 1 Korinthe 14 vers 4 erover, jaag de liefde na, streef naar de gaven van de geest, vooral van die van profetie. En als je goed leest in het hele brief van Korinthe, dan zie je dat Paulus begint in 1 Korinthe 12 alle gaven te benoemen. Dan heb je 1 Korinthe 13 over de liefde, gaat heel uitgebreid lofzang erover hebben. En dan begint hij met 1 Korinthe 14 vers 1, jaag de liefde na. Daar begint hij mee. En hier het woord jagen is Griekse woord ervoor, ik heb het opgezocht, is gretig zoeken. Ernstig trachten te verwerven. En ik had een beeld erbij en daar heb ik een plaatje van een leeuw, of in dit geval een leeuwin of een poes, die zijn prooi besluit. Dat hij heel erg zeg maar loert op zijn prooi, erachterna gaat zitten. En als hij hem dan eenmaal ziet en in de gaten heeft, dan gaat hij erachteraan en dan springt hij op die prooi. Nou, zo wordt het woord jagen hier ook mee bedoeld. Dat je erachteraan gaat. Dat je nou op zoek gaat. Dat je eigenlijk als hij er voorbij komt, dat je als een prooi op hem gaat springen en beetpakt die liefde. Want waarom is dat zo belangrijk? Omdat God liefde is. Alles wat God doet, komt voort uit zijn liefde, voor jou en voor mij. God zegt, op een gegeven moment zegt Jezus dat, hè, gij zult de Heer uw God lief hebben, liefhebben uit geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met heel uw verstand. En uw naaste als uzelf. Dus het gaat niet alleen God uit van dat je hem lief hebt, maar dat je je medemens lief hebt. Hoe laat jij je liefde zien aan God? Een goede vraag. En dat eigenlijk is dat om intiem te zijn met hem. God is erop uit dat je een hartsrelatie met hem hebt. Dat je aan zijn hart gaat zitten en zijn hartenklop hoort. Want waarom vraagt hij dat? Omdat je als je zijn hart leert, als je bij zijn hart bent, dan leer je hem ook steeds beter kennen. Dan leer je zijn hart kennen. En wat gebeurt er dan? Er groeit zijn liefde van hem in jou. En je ontwikkelt daardoor dus ook meer gevoeligheid voor de Heilige Geest. En dan weet je wat hij gaat spreken. Dan weet je, dan hoor je zijn fluisterstem. Als je dicht aan zijn hart zit. En Jezus, toen Jezus op aarde rondwandelde, alles wat hij deed was voor de liefde, voor de mens. Hij vond het heerlijk om mensen te bemoedigen. Hij vond het heerlijk om op te bouwen en te troosten. En wat was zijn doel dan? Zijn doel was
dat de harten van mensen werden geraakt. Jezus was erop uit dat mensen een transformatie zouden bereiken. Hij was eruit dat ze werkelijk hun hart zouden overgeven aan hem. En dat ze gingen ontdekken wie ze eigenlijk waren en welke identiteit dat ze waren. Want we hebben een identiteit. We zijn namelijk kinderen van de Allerhoogste God. We zijn zonen en dochters van de Allerhoogste God, wordt er gezegd. En Jezus is nog steeds op de dag van vandaag er nog steeds op uit om ons te transformeren. Om te ontdekken wie we mogen zijn. Vandaar dat Paulus begint, en ik lees even verder uit 1 Korinthe 14. Jaag de liefde na. Streef naar de gaven van de geest, vooral naar die van profetie. Iemand die in klanktaal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar alleen tot God. Niemand kan hem verstaan, want door toedoen van de geest spreekt hij onbegrijpelijke taal. Maar iemand die profeteert, spreekt tot mensen. En wat hij zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend. Iemand die in klanktaal spreekt, is daar alleen zelf bij gebaat. Maar iemand die profeteert, doet dat ten bate van de gemeente. Ik zou willen dat u alleen in klanktaal zou kon spreken, maar ik wil nog liever dat u profeteert. Want iemand die profeteert is nuttiger dan iemand die in klanktaal spreekt. Tenzij hij uitlegt wat hij zegt, zodat de gemeente er baat bij heeft. Ik geloof nog steeds, en dat zei ik in het begin al, dat elk kind die gevuld is met de Heilige Geest, in staat is minstens één keer in zijn leven te profeteren. Of je nou oud bent, of jong, of je nou tiener bent, of al ergens in de 80. Je bent gewoon in staat, als je een kind van God bent, om te profiteren. Want als je profiteert, dan verfrist dat de ander. Dat verfrist mensen. Want profetie is namelijk opbouwend, als zegt Paulus, opbouwend, bemoedigend en troostend. Door de profetie wordt de ander getroost in zijn pijn. Wordt hij aangemoedigd om God te blijven volgen. En wordt hem ook gemotiveerd om hem te blijven aanbidden. Juist dit soort profetieën, als je over iemand uitspreekt, zorgt dat iemand ook de blijdschap van de Heer ervaart. Vrede in zijn leven ontvangt. Een groter geloof krijgt en ontzag voor de Heer. En wat gebeurt er ook als iemand over je profeteert? Dan gaat de vrucht van de geest gaat in je groeien. Niet alles wat je ontvangt aan indrukken of woorden van God is ook bedoeld om te delen. Ik moest dat zo heel erg ervaren in mijn eigen leven dat God best wel vaak indrukken geeft, beelden geeft voor mensen, voor de gemeente. Maar God zegt ook wel eens van, ik wil niet dat je deelt, het is voor jou bedoeld. En toen dacht ik van, hoezo dan? Maar God zei dit tegen mij, omdat je mijn vriend bent, spreek ik ook als vriend met jou. En als ik zelf met vrienden ben, dan ik loop wel eens met vrienden. En dan hebben we het gewoon over dingen. En niet alles wat ik deel met elkaar, vertel ik aan Claudia bijvoorbeeld. Maar omdat het gewoon een vriendschap is wat we doen. En zo is God ook. God spreekt tot ons, tot mij, tot jou. En soms moet je dus afvragen van, hey, is dit nou bedoeld om te delen of niet? Want je bent namelijk ook verantwoordelijk voor als je profeteert. Elk woord, als ik profeteer, elk woord, daar wil ik verantwoordelijkheid voor dragen. Want ik weet namelijk, vanuit de Bijbel staat in 1 Korinthe 13 vers 9, want onvolkomen is ons kennen, onvolkomen is ons profeteren. Dus het is soms goed ook om tegen mensen te zeggen, of, ik vind het altijd belangrijk dat mensen dat weten, dat ik verantwoordelijkheid wil dragen. Dat als ik het niet juist heb, dat ik het niet de juiste gedachte heb, of niet de juiste indruk heb, dat ik dat ook weer terughoor. En dat ik dan zeg van, wacht eventjes, dit was dus mijn eigen gedachte, of mijn eigen indruk. Wat we vaak, en dat had ik ook wel last van, maar steeds minder gelukkig, is dat je als je de eerste indruk krijgt, of eerste gedachte, ja, God geeft, dat het soms niet altijd handig is om dat
te delen. Ik zal een voorbeeld geven. Stel dat God tegen mij zegt, tegen iemand, van diegene heeft een negatief zelfbeeld. En ik ga dat zeggen van, nou, ik heb de indruk dat God een negatief zelfbeeld hebt. Ja, is niet erg opbouwend of vertroostend voor diegene. Of als ik God iets geef waar ik denk van, hé, dat God zegt van, hier speelt zonde in het leven. En ik ga dat benoemen, wordt je ander niet opgebouwd. Het is vaak dan een woord van kennis die God je geeft om de ander weer te helpen, om Gods genade te proeven, Gods liefde te proeven. Dus mijn tip zou zijn, ga niet overhaast te werk. Het is immers niet het doel om het probleem te profiteren, maar je wil namelijk dat de ander is zoals God hem ziet. Dat wil je maar over profiteren. God ziet jou zo en zo. Dus wat je kan doen is dan op dat moment, wat ik heel vaak doe, is als God mij een indruk geeft, vraag ik God, oké, Heer, wat wilt u tegen deze persoon zeggen? Want ik wil me laten leiden door God, door Gods liefde voor die persoon. Daarom is het zo belangrijk dat ik een hartsrelatie heb met God. Dat ik weet van, Heer, wat heeft u te zeggen tegen deze persoon? Welke liefde heeft u voor deze persoon? En hoe kan ik dit zo brengen dat u dat ook kan verstaan? En daarom wil God juist geen diagnose geven, maar een prognose. Juist wat er komen gaat. Waar God hulp wil aanbieden. Hij is te vertrouwen. Hij wil dat zijn hart wordt geopenbaard voor die ander. Ik kom nu zo 25 jaar in deze gemeente. En toen ik hier een beetje voor het eerst kwam, kreeg ik beelden en indrukken van God. En ik dacht van, help, wat moet ik hiermee? Ik wist het niet zo goed. Ik had er nooit van gehoord. Ik had het nooit zo goed begrepen. En we gingen toen naar een RAVO-conferentie. En Ries en Janne weten dat nog, denk ik wel. Van Jean Danel was er, een Amerikaan. Ik denk, jullie waren er ook, Martin Annelies. Jean Danel was er, een Amerikaanse profetes. En we zaten daar met een grote kring met de gemeente in beneden, in de hal, ik weet nog precies. En ze kwam als eerste bij mij. En het eerste wat ze zei van, prophet voice. Een profetische stem. En toen ging ze weer door en ik dacht van, nou, lekker dan, heb ik weer een profetische stem. Wat moet ik hiermee? En door gewoon eigenlijk te lezen in de Bijbel, door mensen die het profetische bediening of profetische gaven ook hebben, om daarmee te spreken, om mee af te stemmen van, hé, wat is het dan? Hoe werkt dat dan? Maar ook doordat er eerlijke vragen werden gesteld aan mij, hé, als je een beeld hebt of een indruk, hoe zou je dat kunnen brengen? Is dat echt wat God tegen die persoon wil zeggen? En daardoor kon ik verder groeien en kon ik me hier verder in de profetische gaven ontwikkelen. God is er namelijk op uit, en dat lazen we net ook, dat we streven naar en ons uitstrekken naar de gaven van de geest, vooral naar die van profetie. Hij wil namelijk dat je gaven en talenten, welke gaven, maar in dit geval over de profetie, gebruikt in zijn lichaam. Hij wil dat dat in de gemeente gewoon wordt vrijgezet. Hij heeft het niets voor niets aan je gegeven. Paulus roept dus daarom op en er staat in 1 Korinthe 14 vers 39, kortom broeders en zusters, streef naar het profiteren, vind het niet dat er in de klanktaal gesproken wordt. En het woord streven in het Grieks is in dit geval betekent ernstig te begeren, om ernaar te streven, zich bezig te houden met hem, om zich één om uit te oefenen. En Martin had volgens mij vorige week over het naijveren, was ook streven. Het grondwoord is jaloers zijn. Dat sprak jij vorige week ook over, Martin. En eigenlijk is het jaloers, dat vond ik wel mooi. Eigenlijk is het jaloers zijn van, wauw, die heeft iets met de gave van profetie, dat wil ik ook. En dan naar uitstreven om dat ook te willen. Nou, dat een beetje, zeg maar. Daar moest ik heel, dat betekent dat woord streven in het Grieks.
Maar ik wil u ook moed inspreken. Omdat ik geloof namelijk dat iedereen kan profiteren en profetisch woord kan brengen voor de ander. En Paulus doet dat ook op een gegeven moment tegen Timotheus. Timotheus was een leerling van Paulus. Op een gegeven moment vertrok Paulus naar Macedonië en Paulus had gevraagd aan Timotheus van, joh, wil jij in Efeze blijven? Hij moest daar een beetje voorkomen, Timotheus, om de afwijkende leer die daar onderwezen werd, om dat een beetje te voorkomen. Maar Timotheus was ook jong. En Timotheus begon ook een beetje zijn vrijmoedigheid te verliezen. Want de omstandigheden waar hij in verkeerde in Efeze waren, nou, niet al te makkelijk voor hem. Hij ondervond wat tegenstand, mensen vonden hem te jong. Maar Paulus roept dan Timotheus op en die spoort hem eigenlijk aan. En het staat in 2 Timotheus 1 vers 6 in de Nieuwe Bijbelvertaling. Daarom, zegt Paulus, spoor ik je aan het vuur branden te houden van de gave die God je schonk toen je de hand oplegde. En afgelopen week kwam Richard Jongeneel, wil jij vast naar voren komen? Richard Jongeneel deelde een beeld met mij en hij had dat al eerder gedeeld waar dit wel heel erg over gaat. Volgens mij kan ik deze microfoon hier gebruiken. Wil jij je woord delen? Ja. Goedemorgen. Ik werd twee weken terug op de donderdag bepaald bij een beeld. En dat is iets wat bij herhaling steeds terugkomt. En ik geloof echt dat God er iets mee wil zeggen aan ons. Een beeld die ik zag was nu een... ik zag mensen staan met zo'n stokje met zo'n... hoe heet zo'n ding? Windmolentje erop. En die heb ik vroeger ook wel eens gehad toen ik klein was. Reuze leuk. En ik zag de hele gemeente eigenlijk staan met zo'n stokje. En er waren twee woorden, indrukken die ik erbij kreeg. De ene was wat meer... wat statisch. Statisch. Ik zag dat de geest van God waaide door de zaal heen. En al die molentjes begonnen te draaien. En kwamen in beweging. En dat gaf kleuren. En het was mooi te zien dat als Gods geest waait over de gemeente, dat er veel kleuren, wijsheid, het karakter van God en al zijn kleuren en al zijn pracht en praal vrijkomt. Het tweede wat ik zag was datzelfde stokje. Dingetje gaat draaien als je loopt, beweegt. Dan gaat er ook beweging komen. Door beweging gaat dat molentje ook draaien. En dat was het tweede waar ik eigenlijk heel erg bij bepaald werd, was dat God ernaar verlangt dat wij in beweging komen. Want als wij in beweging komen, dan gaat ook Gods geest in beweging komen. En dan wordt ook die kleuren die we hebben ontvangen, dat stukje karakter van God, wat wij mogen laten zien, wordt ook zichtbaar. En eigenlijk werd ik er heel erg bij bepaald dat God zei dat we in beweging moesten gaan komen. Kom in beweging, laat Gods geest zien daar waar je bent. Vanmorgen, met het lied I Speak Jesus, kwam het nog een keer heel hard bij me binnen. Want dan laat je ook, als je in beweging bent en Gods geest komt dan, en jij bent bij je familie, dan is dat zichtbaar. Jij bent op je werk, dan is dat zichtbaar. Jij bent op straat, dan is dat zichtbaar. Dan spreek je Jezus. Amen. En wat mij zo trof in toen hij dat vertelde vorige week, van God wil, zeg maar, dat we in beweging komen. God wil dat we streven naar de gaven die God ons heeft gegeven. In dit geval naar de gaven van profetie. Daarom zegt Paulus ook tegen Timotheus, en niet alleen tegen Timotheus, maar ook tegen jullie. Daarom herinner ik u eraan, de gaven van God die in u is, door de oplegging van de handen aan te wakkeren. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid. In het boek staat, want God heeft ons niet een lafhartige geest, maar een sterke, vol liefde en bedachtzaamheid gegeven.
En er zijn drie eigenschappen wat je hieruit kan halen. Het is een geest van kracht, van moed, van vrijmoedigheid, van overwinning. Het is een geest van liefde. En de geest werkt in en door de liefde heen. Het is als een soort olie door alle gaaf talent die we hebben. Maar de geest is ook onbezonnen. Dat wil zeggen dat hij in evenwicht is. Dat hij in balans is. Dat hij volwassen is. Dat hij vol is van wijsheid. En juist deze geest, zegt Paulus tegen Timotheus, was Timotheus enigszins kwijtgeraakt. Hij was er niet zo meer bewust van, en daarom wil ik jullie moeten spreken, niet zo meer bewust van dat de geest in ons is, in hem was. Het lijkt soms wel of de kracht van Gods geest sluimert in Timotheus en misschien wel ook sluimert soms in deze gemeente. En het moet wakker worden gemaakt. De geest moet weer aangevuurd worden. De geest had Timotheus niet verlaten. Gods geest heeft de gemeente niet verlaten. Gods geest heeft jou niet verlaten. Maar het lijkt wel soms of er een laagje stof overheen zit. Dat weggeblazen moet worden. Timotheus was misschien wat laf geworden. Had misschien mogelijk met teleurstelling te maken gehad. Misschien heb je dat, ken je dat wel. Van ja, die profetische gaven, ik weet niet zo goed. Is dat wel van mij? Ja, dit is voor jou. Iedereen is het. Ja, maar ja, ik heb het wel eens gedaan en toen bleek dat het helemaal niet Gods woord was. En ik wil gewoon op dit moment zeggen van, laat Gods geest in beweging komen. Laat die stof van je afblazen. Amen. Laat die teleurstelling van je afblazen. Die lafheid. Krijg weer moed om te profiteren over iemand. Om te horen wat God zegt en dan Gods hart openbaren voor die anderen. Want als er nou te veel as ook op een vuur ligt, wat gebeurt er dan? Dan gaat de zuurstof weg. En dan dooft het vuur. Want we hebben nodig dat er weer een vuur en vlam komen staan. En Vader, ik bid op mij, wilt uw geest op dit moment gewoon blazen? Wilt u alle menselijke stof die in ons, op ons ligt, op ons rust, op dit moment wegblazen? Zodat dat het vuur, Vader, weer in ons hart weer volledig tot verbranding komt. En dat we weer vol van u zijn, vol van de geest. Dat we in staat zijn om te kunnen profiteren, Heer God. Om uw hart te openbaren voor de ander. Want daar bent u op uit. Ik ben bijna tot eind conclusie. Profetie vraagt om een toegewijd hart. Dat spreekt wel op een manier van opbouwend, bemoedigend, troost. Profetie heeft altijd een betekenis. Het is geestelijk. Het is niet verstandelijk. Het is een zaak van het hart. Het komt voor uit het leven dat volledig is toegewijd aan die van God. Aan Gods tegenwoordigheid. Een profetie vanuit Gods hart zal het hart afstemmen. Het andere hart afstemmen op Gods hart. Zodat onze de gedachten dan ook veranderen en de gedachten van de ander ook worden vernieuwd. Met de voorbereiding had ik een indruk die ik graag met jullie wil delen. En ik sprak al over een beetje al over dat je soms, je hebt een analyse en je wil een prognose hebben. Ja, dat bedoelde ik. Ik zei het. De diagnose die God, en ik wil naar de prognose gaan. God zei tegen mij, en of je nou kijkt of niet, of je in de zaal zit of dat je nu kijkt op de livestream. Maar het gaat over een vrouw die een relatie heeft en die eigenlijk met de gedachte speelt om die relatie te beëindigen. En God wil op dit moment tegen jou zeggen. Investeer in je relatie met je partner. Geef je liefde aan je partner. Hij heeft deze partner aan jou gegeven. Je bent goud waard voor deze partner.
God ziet jullie als eenheid. Hij is erop uit om jullie relatie te versterken. Vertrouw op God, vertrouw op Hem. God wil jou en je partner gebruiken, hoe jullie met elkaar omgaan, als een voorbeeld voor anderen. Hij wil dat jullie samen de gemeente gaan dienen. Doordat jullie dat gaan doen, zal jullie relatie ook weer veel vrucht dragen. En als je dan de gemeente gaat dienen, zullen de harten van mensen worden aangeraakt. En ik bid, als dit voor jou is, of als je kijkt op het moment, dat je dit woord pakt en dat je zegt, Heer, ja, ik speel misschien met die gedachten, maar ik wil horen wat u tegen mij zegt. Ik wil uw prognose aannemen, wat u heeft neergelegd. En zoals ik al zei, ik lees nog wel boeken ook over profetie. En ik wil eindigen met de woorden van Graham Cook, een bijzondere schrijver die een aantal boeken heeft geschreven over profetie, over het hart van profetie. En die zegt op een gegeven moment, hoe meer bemoedigde, aansporende, ontbouwende, vertroostende profetie we uitspreken, des te gezonder en sterker onze gemeente zal worden, want Gods geest voelt zich aangetrokken tot een klimaat van zegen en bemoediging. Amen. Ik ga afsluiten, denk ik. Ik ga afsluiten. als je zometeen de zaal verlaten, ik wil hier gewoon, ik dacht van, hoe gaan we dit dan doen? Ergens ministry, als je denkt van, ik merk gewoon in mezelf dat ik het vuur een beetje mis, dat er iets af moet worden geblazen. Ga dan naar zometeen, ik denk dat hier het ministry team staat, ga dan naar het ministry team. Laat voor je bidden. En als je denkt van, oh, dat vind ik een beetje lastig, ik wil samen met God hierover praten, doe dat dan in deze ruimte, doe dat dan rustig. En ik wil u gewoon zegenen. Vader, dank u wel. Dat u het vuur weer aanwakkert in ons hart. Dat u degene bent waar we op mag vertrouwen. En ik bid, Vader, dat we helemaal ons hart weer helemaal tot uw hart wordt aangetrokken. Is zodat we leren wie we zijn, wie we mogen zijn. En dat we daar vanuit die plaats die we hebben gekregen van u ook kunnen profiteren voor andere mensen. Goede woorden kunnen spreken over andere mensen, omdat uw hart wordt geopenbaard. Ik zegen jullie daarmee. Ik zegen jullie voor de komende week dat je mensen op je pad komen. Waar je voor mag goede woorden mag spreken. Dat je over mag profiteren. Dat je ziet wat God neer heeft gelegd voor die ander. Of dat nou bij de Albert Heijn is voor de kassiervrouw, of dat een collega is van je werk, of als je op school bent, een medeklasgenoot. Ik zegen je daarmee in de naam van Jezus. Amen. Ik wens jullie allemaal een goede zondag.